gaan opnemen voor TikTok, dus succes, wens me succes. Mijn broer heeft dus vandaag... Dit ziet er zo uit als een pepper. Dus ja, wens mij vooral succes om dit in de mond te houden, om dit te eten. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik denk persoonlijk dat dit gewoon een snoepje zal zijn. Hoop ik, maar ik vertrouw het niet. Oké, we gaan het gewoon doen. Ik heb wel wat schrik, omdat je natuurlijk niet weet wat het is. En ik lust die snoepjes allemaal niet zo graag. Maar we gaan het toch doen. Dus wil je het zelf ook kopen? Het was bij Olle Bolleke of denk je dat hij dat gekocht heeft. Dus ook wel kopen, daar kan je het kopen. Namelijk. Zo. Dus ook voor jullie op TikTok, als jullie dit willen kopen, dit is bij Olle Bolleke in het Waalfland Shopping Center. Oké, we gaan het in de mond steken. Ik lust zo'n dingen allemaal niet. Dus dat is ook al zo'n kwelling. Omdat dat altijd zo hard zijn. En dus wij gaan dit doen. Oh nee, jongen. Oh. Water pakken. Pikant. Ah. Echt pikant. Pikant kan het niet zijn. Ah, amai. Ah. Alles staat gewoon in de fik. Dat brandt of het niet meer schoon is. Dat brandt gewoon. Oh my god. Dus ik heb dat gewoon maar even in mijn mond gehad. Dat brandt gewoon door. Er zitten waarschijnlijk ook zo van die peperde dingen in. Dus niet normaal, niet normaal. Oké, dus vond je dit een leuke video, dan zeker duim omhoog, vergeet niet te abonneren. En wil je ze zelf kopen, ik zeg het, je kunt ze kopen in het Waalfland Shopping Center met Olle Bolleke. Maar ze zijn pikant! Dus als iemand wilt pesten, plagen, pesten mag niet wat plagen, dan kan je ze kopen daar.